Goedendag. In verband met World Mental Health Day op 10 oktober praten wij vandaag een beetje over depressie. Voordat we verder gaan, wil ik aangeven dat depressie iedereen kan overkomen en het is absoluut geen teken van zwakte. Nou, wat is depressie? Is het gewoon een gevoel van verdriet? Depressie is een beetje meer dan gewoon normaal verdriet. Wanneer we praten over depressie, dan praten we over een intens gevoel van verdriet. En het gaat gepaard met nog gevoelens van schuld, gevoelens van hulpeloosheid. Het gaat gepaard met weinig energie of misschien voelt u alsof u helemaal geen energie heeft. Een verandering in uw eetlust. U slaapt misschien meer of juist minder. Een verminderde concentratie. En het kan ook gepaard gaan met gedachten van suïcide. En dit gevoel is een gevoel dat u kan hebben voor een paar dagen, maar het kan ook langer. Het kan weken, het kan maanden dat u dit gevoel heeft. Of u het nou de hele dag heeft of vaker door de dag heen. Nou, wat doet u als u zich zo voelt? En wat is dit precies? U kunt contact opnemen met uw arts, met uw huisarts, als u voelt van, iets is niet helemaal juist. Ik voel me zo lang in deze donkere mood. Dan neemt u contact op met uw arts en die kan u dus verder begeleiden. Maar u kunt ook andere zaken doen voor uzelf. U kunt met iemand praten die u vertrouwt. Een vriendin, een ouder, een predikant, gewoon iemand in uw kerk. Maar als u zegt van, weet je wat, ik heb niemand die ik vertrouw of ik wil niet dat mensen mijn story weten, dan kunt u ook bellen naar de hulplijn 123. In deze periode is dat beschikbaar voor een ieder. Behalve praten, wat kunt u nog meer doen? U kunt ervoor zorgen dat, alhoewel u zich niet zodanig voelt, u nog steeds activiteiten doet die u normaliter een blij gevoel geven. Wat dat dan ook zou zijn, of het nou is in de tuin of wat dan ook, wat u normaliter blijdschap gaf, al voelt u dat niet helemaal, dat u toch één of twee van die activiteiten doet. In contact blijven met familieleden en vrienden. Of het nou is via appjes of als u een bezoekje kunt brengen. In beweging blijven. Het kan zijn dat u naar de gym gaat, maar als u naar de gym wil of kan gaan, kunt u ook gewoon een wandeling nemen in de buurt, een ommetje maken. En daar kunt u misschien ook een buurvrouw meenemen, zodat u niet alleen loopt. Regelmaat brengen in het slapen en ook uw eetgedrag. Dat betekent elke dag proberen dezelfde tijd naar bed te gaan en ook op gezette tijden eten. Alcohol en drugs vermijden, want deze kunnen het gevoel van depressie erger maken. Nou, als u misschien deze gevoelens zelf niet heeft, maar u kent iemand of u woont met iemand die depressief is, dan zijn er ook wat zaken die u kunt doen. Ten eerste, maakt u het duidelijk dat u wil helpen, dat u daar bent voor de persoon. En luistert u naar wat ze zeggen. En niet oordelend luisteren, niet denken van ja, maar het is niet zo erg of wat dan ook. Maar gewoon echt luisteren naar wat de persoon zegt en het duidelijk maken dat u daar bent om ze te helpen. En als het blijkt dat uw hulp alleen niet genoeg is, moedig ze aan om professionele hulp te zoeken. Zoals eerder aangegeven, kan dat via de arts en dan kan het verder begeleid worden naar een psycholoog. Wees u vooral geduldig, want dit proces is niet iets dat vandaag opgelost kan worden of morgen. Het kan een tijdje duren, dus wees u geduldig met ze.
moedigde ze ook aan om te focussen op de positieve dingen in het leven. Er gebeuren natuurlijk een heleboel negatieve dingen, maar helpt u ze om te kijken naar het positieve. En indien ze praten over zelfdoding of zelfverwonding, of ze hebben het misschien al een keertje geprobeerd, laat u ze niet alleen. U moet ervoor zorgen dat er altijd iemand met ze is en alle scherpe voorwerpen in de buurt weghalen. Medicijnen uit de buurt weghalen, zodat u ze helpt om veilig te zijn. En u moet ook voor uzelf zorgen. Want als u niet voor uzelf zorgt, dan is er straks niemand om voor hun te zorgen. Dus u moet ook voor uzelf zorgen door dingen te doen die u ook leuk vindt. Probeer het te relaxen. Het gaat misschien een beetje moeilijk, maar probeert u om die balans toch te vinden. En we hebben gezegd dat depressie iedereen kan overkomen, maar laten we vooral letten op onze ouderen. Ze worden ouder, er zijn dingen die ze minder goed kunnen doen. Ze willen het misschien wel, hun mind is nog scherp, maar hun lichaam laat het niet toe. En dat kan ervoor zorgen dat ze dan die gevoelens van depressie hebben, omdat wat zij willen in hun mind, hun lichaam ze niet toelaat. En ze moeten accepteren het feit dat ze een dagje ouder zijn geworden. Dus let u op de ouderen, al is het nou een telefoontje, hi oma, hi opa, hoe gaat het met u? Een fruitmaatje sturen of wat dan ook. Iets dat ze blij zal maken. En dat ze ook weten van, ik ben niet alleen hier. Men houdt nog steeds van me. Ik ben nog steeds belangrijk. In deze tijd van corona, waar zoveel van ons mensen hebben verloren. We zijn door periodes gegaan van ziekte. Die bosjes en die brasa's die we kregen, kunnen we niet meer krijgen. We zien onze vrienden en familieleden heel weinig of misschien niet meer. Is het belangrijk dat we op elkaar letten. Dat we voor elkaar zorgen. Al is het van afstand. Al is het met de appje. Al is het een e-mailtje, een videootje maken. Iets om iemand blij te maken. En ook om de persoon te laten weten dat, hey, we're in this together. En vooral onthouden dat door alle donkere tijden, hoe erg het ook lijkt, God houdt nog steeds van u. Hij is nog steeds in controle. Al lijkt het er misschien niet op, hij is nog steeds daar. Hij is nog steeds daar om u te helpen. U kunt altijd bij hem wezen. Hij staat altijd klaar om u bij te staan. En met deze woorden hoop ik dat u versterking vindt, dat u hulp zoekt. En dat wij dit allemaal samen door kunnen gaan. Ik wens u een fijne dag verder.